Donderdag is de 10e editie van de Nationale Fiets naar je Werkdag. Naast dat het natuurlijk gezond is om de auto te laten staan en de fiets te pakken, ondersteunen deelnemers een goed doel door zich gratis in te schrijven. Voor elke deelnemer gaat er een bedrag naar het Foppenfonds dat kinderen ondersteunt voor wie sporten en spelen niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld kinderen met een beperking of kinderen waarvan de ouders het niet kunnen opbrengen om contributie te betalen. Ik fiets dagelijks naar mijn werk. Het is ongeveer 21 kilometer, dus meer dan 40 kilometer heen en terug. Ja, ik vind het ten eerste heel prettig om te fietsen. Het is ontspannend, sportief en ik maak de kilometers mee. Ik ga met de fiets naar mijn werk. Waarom? Omdat we maar één auto hebben en mijn vrouw die gaat met de auto naar het werk. Ik ga met de auto naar het werk omdat ik ongeveer een kilometer of 20 hier vandaan woon. En dat is voor mij een beetje te ver om te gaan fietsen of een alternatief openbaar vervoer, want dat duurt eigenlijk veel te lang. Nou, ik heb 7 jaar op de weg gezeten in de auto. Maar ik vind het heerlijk om te fietsen omdat je dan juist je hoofd leeg kan maken en ja, lekker van de natuur en van de omgeving kan genieten. Om niet op mijn fiets naar het werk te gaan. Zelfs afgelopen maandag ben ik op mijn fiets naar het werk gegaan. Ben ook nat geworden. Maar echt windkracht 5 en ijzel en sneeuw is wel mij een reden om niet met de fiets naar het werk te gaan. Ik ga altijd met de fiets, behalve als het ontzettend veel regent. Want dan worden mijn kleren veel te nat en dan ga ik met de bus. Nou, ik vind het prima initiatief als vanuit die acties bepaalde goede doelen ondersteund worden. Dus wat dat betreft is er dan ook meer aandacht en zijn mensen eerder geneigd om zo'n doel te gaan ondersteunen op het moment dat ze meedoen aan zo'n actie. Ik had me van de week al aangemeld voor de fiets naar mijn werkdag. Had ik vorig jaar ook al gedaan. Ik vind het gewoon een ontzettend goed initiatief. Ik denk dat als meer mensen gewoon met de fiets naar het werk zouden gaan, zou dat en een kilometer schelen. Maar het zou ook heel erg belangrijk zijn als je het hebt over waar mensen fit en gezond van worden. Het scheelt gewoon al heel veel als je echt dagelijks of de keren dat je werkt naar je werk fietst. Deelnemers maken kans op het winnen van een nieuwe fiets, inclusief verzekering. Ik heb een oude damesfiets en daar doe ik het prima mee. Een nieuwe fiets is natuurlijk nooit weg, maar niet specifiek om daarvoor meer te gaan rijden naar mijn werk of zo. De fiets die ik kan winnen, ik moest er heel erg om lachen. En ik wilde eigenlijk ook nog op Facebook, hun Facebookpagina, een berichtje terugplaatsen. Zo van, dat is een hartstikke mooie fiets. Maar als je daar 21 kilometer mee naar het werk moet fietsen, dan is dat, zou ik toch liever een andere fiets zien. Fiets inclusief verzekering. Ik ben toe aan een nieuwe fiets. Dus ik vind het zeker interessant om te gaan doen. Ja.